dinsdag, de 17e september. En we staan op de Open Koffie Stand. We gaan verzamelen voor de Burgerstocht 2013. Georganiseerd door Michael Dawkins. En ik ga even wat vragen stellen. Onder andere aan Paula Vogelzang. Want wat is jouw rol? Jij hebt een rol hier met die Burgerstocht, hè? Ja, dat klopt. Ik loop hier als gastvrouw voor de Open Business Dagen. En zometeen gaan we naar verschillende stands met een hele groep interessante ondernemers. Dus, daarnaast vind ik het sowieso leuk om te netwerken. Okay. Want ja, nou ben je daar gastvrouw, maar vertel eens, wat doe jij voor jouw werk en hoe kun jij de crisis, want we hebben het toch maar voortdurend over, hoe kun jij die het hoofd bieden? Wat kun jij meegeven aan mensen? Oh, iedereen heeft het altijd over de crisis. Dat doe ik niet aan mee. Ik doe persoonlijke relatie met iedereen. Wat is dat? Stel, twee alleenstaanden die heel graag een serieuze relatie willen en samen gelukkig willen zijn. Deze twee mensen breng ik met elkaar, die breng ik samen. En als je een goede relatie hebt, dan kan je elke crisis aan. Dat kan ik jou wel vertellen. Mag dat zo? En hier hebben we iemand die doet mee aan de Burgerstocht. Wie ben jij? Ik ben Jutka van Heuvel. En ik doe deze Burgerstocht mee met de BBO-training voor startende ondernemers. Okay. En heb jij een antwoord op de crisis? Sorry, ik ga het toch maar even noemen. Nou, ik zou eruit halen wat erin zit juist in die crisis. Gewoon, heb je twijfels met starten, met je onderneming of een andere investering in jezelf bijvoorbeeld? Doe het nu toch. Ik ben ook gastvrouw, samen met mijn Paula. En ik neem dadelijk ook deze enthousiaste groep mensen die jullie nu niet zien, maar die achter ons staat, en dat mee voor een rondgang hier tijdens de businessdagen. Ja, wat doe jij zelf? Ik zelf heb een eigen coachingsbedrijf en ik richt me op zowel particuliere coaching als teamcoaching binnen het bedrijf, organisaties en verandering. Ik zeg, mijn antwoord is inderdaad, blijf lekker in je eigen kracht, want daar zit het hem gewoon. Ik ben 62 jaar, dus ik heb een eigen bedrijf. En wat doe je nou, waarom doe je mee met die Burgerstocht bijvoorbeeld? Om te kijken wat er hier is en om je netwerk uit te breiden. Maar je gaat niet alleen de beurs op, je gaat nu met de Burgerstocht mee, hè? Waarom? Met de Burgerstocht, omdat je dan gelijkgestemden hebt. Vaak mensen die ook beginnen en die benieuwd zijn wat je doet. En zo kun je dus je netwerk vergroten. Ja, App Studio 101. We maken dus apps op Android en op iPhone-gebied. Ik doe het samen met mijn zoon, dus die is ook bezig met een heel leuke app gemaakt voor Tim en de telefoon, heet dat. Goed, meneer, vandaag het eerst en ik vind het heel leuk. Wie weet. Dat ik, ja. Doe je ook mee met de Burgerstocht? Ja. Ja? Nee, ik zou zeggen, haal het woord crisis gewoon even uit het vocabulaire en ben positief en denk creatief. Ja, Ilse Keuze en ik ben van Ilse Coaching. En ik kom hier juist bij Open Koffie, omdat ik graag met een aantal mensen de beurs bezoek. Alleen is maar alleen en met elkaar kun je echt gericht nieuwe contacten leggen. Dus vind ik super. Leuk, hè? Nou kijk, de beurs komt. We zijn nu op de gemeentestand en er komen allerlei mensen tegen. Leuk, leuk, leuk. We hebben vanmiddag een ontzettend mooie lunchdag bij de EU, de industrie. We vorderen een netwerk, de ondernemers hebben ontmoet. En vervolgens zijn ze ook over de beurs heen gelopen. Waar zijn de koppels van Let's Meet? Noël. Ja. Iedereen gaat er even ook aan de kant. Nou, jij was ook deelnemer aan de gemeentelunch. Ja. En daarna ben je over de beurs gegaan. Klopt. Ik ben even opgelopen met collega ondernemer. Oké. En zijn daar nog mooie contacten uit voortgekomen? Jazeker, want wij begeleiden ondernemers in de designhoek. Daar heb ik toevallig ook in de afgelopen jaren wat mee gedaan. En we maken zo even een paar verbindingen wederzijds. Deer te doen. Oké, okay. Dus een dag die echt goed voor jou. Ga vanavond nog lekker mee met ons door de volgende Burgerstocht. Zometeen na 4 uur gaan we door naar de camperstand. En vanaf de camperstand gaan we door naar de buren hiernaast. En dat is dus de WTCE-stand. Dus laat je vooral inspireren door elkaars aanwezigheid en een fijne beursrapport. Dank je wel. Nou, dit was de eerste stop. Dit is de eerste stop van de Burgerstocht. En we zijn bij één loket aanbeland. En daar treffen we Jorrit. Vertel, wat doe jij hier eigenlijk? Ik heb de beurs vandaag samen met Michael Dawkins geopend met onze meeting Let's Meet. En tijdens Let's Meet hebben wij een tachtigtal ondernemers uit de normale ondernemers
Voedingsbodem en een aantal creatievelingen bij elkaar in een lunchbijeenkomst ontvangen om deze mensen met elkaar te verbinden. Okay. Want ik hoorde dat jullie nemen het initiatief over, het stokje neem je over, hè, van de gemeente? Ja, correct. Let's Meet is een initiatief wat zijn oorsprong vindt bij de gemeente Eindhoven en de Kamer van Koophandel. En specifiek op deze beurs is het initiatief, heeft de gemeente het initiatief overgedragen aan het bedrijfsleven. En Michael Dawkins en ik hebben dit initiatief samen opgepakt. Het overdrachtsmoment, is dat hier geweest of had je dat een lunch daarnet? Ja, dat klopt. Dus zoals Jorrit aangaf, de lunch. Dat was het officiële overdrachtsmoment vanuit de Kamer van Koophandel en de gemeente Eindhoven. En vandaag hier op dit moment bij de één loket stand van de gemeenten sluiten we het geheel af. De deelnemers hebben over de beurs heen gelopen, hebben kennis en kennissen met elkaar gedeeld. En komen nu weer bij met een drankje en een hapje. Ja. Heb je al eerste resultaten mogen horen? Of? Ja, het begint al binnen te druppelen, maar ik denk dat de resultaten nog op zich laten wachten, want vaak zijn het leads die mensen aankrijgen. Dus we gaan zeker nog even nalopen van, goh, is er nog wat terechtgekomen van de lead die je hebt ontvangen? Maar we horen al positieve geluiden uit de deelnemers, dus dat is mooi. Een succesvolle overdracht. Ik zeg 100% ja zeker. En door naar volgend jaar. Heel fijn om het ook samen op te pakken met andere ondernemersclubs, verenigingen en netwerken. En dat gaan we zeker voortzetten zo naar de komende jaren toe. En ik denk dat we misschien gewoon één grote Let's Meet beurs gaan realiseren. Is iedereen al? We zijn hier op de stand van het huis van de Brabantse Kempen. En Nicole Gerhard is daar de directeur van. We gaan even vragen wat het allemaal inhoudt en wat we hier kunnen beleven op deze stand. Nicole. Ja, het Huis van de Brabantse Kempen is een samenwerkingsverband van 7 gemeenten, de provincie en een aantal bedrijven, private partijen eigenlijk. Dus ook onderwijs is vertegenwoordigd in dat netwerk. En we hebben het doel de Kempen tot ontwikkeling te brengen op alle thema's eigenlijk. Zowel de economie, recreatie, leefbaarheid, natuur, landschap. Dus het zijn eigenlijk het is een publiek-private samenwerking. Ja, maar je noemt het huis. Dat vind ik al een beetje grappig. Het is in Middelbeers. De locatie is in Middelbeers. Het is ook echt een kantoorlocatie. Mm-hmm. Waar zeg maar mensen vanuit gemeente, provincie, SRE en ook vanuit bedrijven werkzaam zijn. Dus er werken ongeveer 10 mensen in dat huis. Het is echt een huis. Het is echt een huis. Ja. En nu heb je huis een beetje hier opgeslagen. Nu op de... Ja, samen met de coöperatie Kempengoed, dat is meer met streekproducten vanuit de Kempen, hebben we hier een stand om toch ook aan de stad te laten zien wie we zijn. Oké, dat is wel een grappige combinatie. Hè? Dus het platteland, meets de stad. Precies. Ja, dat is de bedoeling, dat wij iets meer richting de stad en richting Brainport komen om ook daar samen te werken. Er staat hier wel prachtig bij hier. Ja, prachtig, inderdaad. Even terug naar jouw buurman. Vertel wie je bent en wat doe je doet. Ik ben Frits Omen en ik ben voorzitter van een lokale ondernemersvereniging, Bladel Hapert. Voluit ondernemersvereniging Bedrijventerrein in gemeente Bladel, OBGB. En dat is een club van 270 aangesloten lidbedrijven. Dus een grote club, actieve club ook. Bestaat dit jaar toevallig 10 jaar. En dat hebben we natuurlijk feestelijk aandacht aan besteed. En wij blijven maar bezig om te kijken hoe dat wij meerwaarde kunnen blijven geven aan onze lidbedrijven. Dus gaat het dan ook over platteland meets the city? Of Bladel heeft heel veel hele mooie bedrijven, hè? Bladel heeft heel veel mooie bedrijven. En het mooie is dat wij tijdens onze jubileumactiviteiten ook een open bedrijvendag hebben georganiseerd, uiteraard. Waarbij 26 bedrijven hun deuren hebben geopend. En dan kunnen mensen ook zien wat er allemaal gemaakt wordt. Want mensen hebben geen flauw idee van wat er allemaal in de Kempen op al die prachtige bedrijventerreinen gefabriceerd wordt. Sterker nog, zelfs bedrijven hebben niet in de gaten wat bij hun collega bedrijven gemaakt wordt. We laten wel ons gezicht zien om onze betrokkenheid in ieder geval ook duidelijk gezicht te geven. Dus er lopen hier nog een paar mensen meer rond van deze club om te laten zien dat wij geïnteresseerd zijn. Ja. Heel mooi, want misschien zou je wel bij het huis terecht kunnen. Of de overkoepelende organisatie van zeg maar Frits is een van onze stakeholders ook. Okay. Dus vandaar kennen wij elkaar natuurlijk ook. Campus-ondernemersplatform. Ja. Kortzegkop. En dat is weer een overkoepelend orgaan waarbij de lokale ondernemersverenigingen zijn aangesloten om bovenlokale activiteiten samen te organiseren. Wat vond je hiervan? Ja, ik vond het wel interessant. Presentatie. En
mooi. Met zoveel lef en durf, vind ik echt super. Ja. Vind je het dan een beetje leuk, zo'n burgerstok? Ja. Heeft dat toegevoegde waarde? Ja, zeker. Ik krijg er echt een lol in, dus dat is mooi. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Die kant in. Ja, en nu gaan we even verder met Nabil. Nabil neemt ook 3 personen mee, inderdaad. Ja. Wat zijn we al zo, hè? Waarde heeft voor de bezoekers. Gaan ze met de groep, kunnen ze netwerken. En anders staan ze toch wat meer stil bij een aantal uitgekozen locaties. Dus ja, ik denk dat ze er heel tevreden over zullen zijn. En u bent er zelf ook blij mee? Ik ben er heel blij mee. Dus, want ik organiseer het voor hun. Dus, ja. Ja. En jij bent een extra gastvrouw, hartstikke fijn. We zijn nou op jouw stand eigenlijk. Hè? Dat klopt inderdaad, op het Wetense 1 Zakensociëteitplein. En inderdaad, zoals je ziet, dit is ook een participatie van zo'n 25 ondernemersleden van WCE. En gezamenlijk hebben we deze stand ingericht, zodat we ook kunnen zien, doordat ieder standhouder eigenlijk relaties uitnodigt. En dat versterkt elkaar over en weer. Je had zo'n leuk idee om de beurstochtgangers, die heb je nu gekoppeld aan iedereen. Hoe ging dat net? Nou inderdaad, we dachten ook eventjes van, zal dat wel goed gaan? Want het is natuurlijk toch een informele bedrijvigheid, zoals je hier ziet. Maar uiteindelijk is dat heel goed gegaan. We hadden een aantal thema's bekendgemaakt rondom onze standhouders. En natuurlijk ook professionals in hun vakgebied. Zodat we rondom een thema met elkaar kunnen praten, van gedachten wisselen. En uiteindelijk is iedereen heel mooi in gesprek met elkaar. Zo hoort het dus eigenlijk. Zo hoort het inderdaad in het netwerken. Doordat je elkaar toch inspireert met nieuwe kennis. Thank you.